Welkom bij dag 3. We zijn met de auto zijn we onderweg naar Barcelona, waar we aan boord zullen gaan van de MSC Splendida. We zijn onderweg. We hebben Montpellier achter ons gelaten, ongeveer drie kwartier geleden. En dan gaan we nu onderweg naar Barcelona. De A9 voor 91 kilometer volgen. We zijn de snelweg even afgegaan om een hapje te gaan eten. Toen kwamen we terecht in het dorpje Hosterik in Spanje. Het is een prachtig dorpje met oude straatjes en een heel mooi fort. Nou, het is zover. We zijn in Barcelona. We staan nu in de parkeergarage van de 2TC building. En vanaf hier is het nog 10 minuutjes met een taxi. En dan is het zover. Tegen die tijd, het is nu, even kijken. Het is nu 2:30. Dus tegen de tijd dat wij daar zijn, is het ook 3:00. En dan kunnen we gelijk zo door en aan boord. Nu nog alleen nog even een koffer overpakken en dan hoef je niet zoveel te slepen. En dan is het klaar. Dan zitten we aan boord. Nou, we staan in een rij die niet geloofd is. Ze zijn nu net pas begonnen met ontschepen. Dus het is nu 4:15 en de pleur breekt hier echt uit. Ik denk dat er serieus 200 man voor ons staat. Dus we staan hier nog wel even. Afwachten maar, dat Erikje is nou naar voren, maar ik zie het vanzelf allemaal wel. Nou, dat is dus wat er allemaal voor ons staat, dus dat gaat nog wel even duren. Nou, we zitten nu in een hal te wachten tot de volgende partij mag. Je wordt eerst worden je formulier gecontroleerd, dan mag je naar de volgende hal, dan wordt je test gedaan. En ik denk dat je dan aan boord mag als die test goed is, maar dat weten we niet, want we worden eerst toch een anderhalf uur buiten gestaan. We zijn eindelijk naar binnen en het loopt steeds voller en voller, dus ik denk dat we zo aan de beurt zijn. En dan, ik zie het wel. 2 uur hebben we buiten gestaan. Nou, 2 uur hebben we buiten gestaan. Nou, we zijn weer een stap verder. Weet je niet hoeveel stappen nog komen? Ja, we zitten nu op de volgende rit te wachten. Dan, we zien wederom een balie. En ik zie nog nergens iets van testen. Dus ik weet het niet. Maar ik denk dat dit nog wel duren. Als we geluk hebben, zijn we denk ik om 8 uur aan boord. Je ziet het vanzelf wel, maar zo wil ik niet nog een keer. Ik die wordt nu getest en ik ben zo aan de beurt. Er is eindelijk weer beweging. Ah, dat was hem volgens mij. Ja, nou, het ergste hebben we gehad. Dat, de swap is ook geweest. Dus nou gaan we eindelijk gaan we boorden en daarna weet ik niet, waarschijnlijk zal je moeten wachten tot de uitslag binnen is en dan mag je eindelijk aan boord. En het is ondertussen is het nu 6:30, dus ik denk als we geluk hebben zijn we om 7:30 zijn we eindelijk aan boord. Even kijken. Nou, het is nu
half 7. We zouden officieel om 8 gaan vertrekken. Maar ik denk dat het nog wel even duurt, want er zijn nog 2 of 3 groepen na ons. Dus ja, dat duurt ook weer even. Dus nou ja, we zien het vanzelf. De volgende stap. We zijn ingecheckt, alleen moeten we nu nog even wachten op de uitslag. Dat doen ze waarschijnlijk in grote batches en niet per persoon, dus dat kan ook nog weer even duren. En het is, nu is het 7:10, dus even afwachten wie, hoe, wat, waar. En ja, dan zien we het wel. Dat maar nog meer wachten. Ik denk tegen de tijd dat we aan boord gaan, dan zijn we helemaal uitgemergeld en verdroogd. Maar ja. Uitgemergeld ook. Nou, ik ben al niet uitgemergeld. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb wel een beetje honger en dorst ook. De kalering. Ik heb een hartje weten. Nou, en even mijn kop buiten de deur vol. Want god, wat heb ik het warm. We zijn eindelijk aan boord. We komen net op de kamer aan. En ze dachten dat wij apart wouden slapen. We kwamen de cabin steward tegen. En dat heeft hij ook gelijk even aangepast. Dat gaat hij straks doen. En het is echt niet te geloven. Het is nu ondertussen 7:50. Dus nu gaan we eten. Nou, we hebben net een hapje eten gegeten. Een hapje eten gegeten. Ja, ja. Stront. Ja. Nee, niet. Nee. Nou, we zijn aangekomen in Barcelona. We zitten nu, sta ik in de parkeergarage onder het WTC. Nou, het is zover. We zijn aan boord. Dat Dat moet ik eruit knippen. Je merkt hier wel dat de zon iets warmer is dan in het Nederland. Gelijk als zomer, je voelt gelijk door de ramen heen voor je branden. Het is buiten is het 13 graden, maar als je in de auto zit, dan heb je zoiets van... Ja, meer kracht, we zijn ook veel dichter bij zon. Ik ben tegen de camera aan het praten, maar niet. Oh echt? Oh, ja. Ik ga ook niet op.